shirtjes voor iedereen. En de Duitsers hebben elk, ook één van elk. Ja, zeker? Ja, oké. So for example, I imagine you would be a war participant. Then I would ask you, for example, what's your age? Wat zijn je? Hier. Jetzt bei der letzten. Duitse leerlingen op een Brits oorlogskerkhof in de Westhoek, geen alledaags zicht. Maar ook zij herdenken de donkere tijden van 100 jaar geleden. De Eerste Wereldoorlog kostte het leven aan meer dan 8 miljoen soldaten. Terwijl veel Vlaamse scholen samenwerken met Engelse scholen, kiest de heilige familie in Ieper bewust voor een uitwisselingsproject met de Willy Brandt Gesamtschule uit het Ruhrgebied. Wij vinden het net belangrijk dat we daar ook de Duitsers bij betrekken, omdat we vinden van het is niet omdat je eens vijand was dat je nooit meer vrienden kan zijn. Het is dus de bedoeling dat de jongeren ook weer met elkaar in contact komen en andere culturen leren kennen. So all nationalities are Tunisian, and also Australian, Irish and South African. We have to find the name of this man and then we have to. Ja. Ik vind dat een heel speciaal gevoel. Het is stil hier. Het is een vlakte en je ziet al die stenen. En elke steen heeft nog 20 mensen die storm zijn. En ja, het is al een akelig gevoel. Ik vind het ook heel actueel, omdat zoals je ziet bij die Duitse school heb je heel wat nationaliteiten en ook heel wat religies. En we weten allemaal wat er deze tijd in de wereld gebeurt. En dat maakt het voor deze jongeren denk ik toch ook wel heel actueel. Op de begraafplaats in Vlatslo herdenken Duitse en Vlaamse leerlingen samen Frans Kalken. Deze jonge soldaat ging 100 jaar geleden naar hun school in Duitsland en sneuvelde niet ver hier vandaan. In de stilte van de Vlaamse velden herdenken ze zijn korte leven. Wie was Frans Kalken? Wat weten wij over zijn leven? Wat hebben we met hem gemeen? Frans Kalken war, als er starb, kaum älter als wir es selbst sind. Gerade einmal 19 Jahre jung. Was vielleicht einer der Gründe ist, weshalb gerade sein Schicksal uns so berührt. Er hätte ein Mitschüler von uns sein können. Ein Junge, der unseren Jahrgang geht. Ein Freund oder unser Sitznachbar in der Schule. Ja, wij proberen altijd het menselijke verhaal achter de oorlog te brengen. En elk jaar doen wij ook, de ene keer is dat een Duitse soldaat, de andere keer is dat een Britse soldaat. Maar wij proberen altijd iets van het leven van die persoon terug te vinden. En eigenlijk de leerlingen duidelijk te maken dat het kon hun broer zijn, het kon hun klasgenoot zijn. Als infanterist vocht hij tegen het einde van de oorlog hier in Vlaanderen. Slechts 12 dagen voor het einde van de oorlog stierf hij hier op 19-jarige leeftijd. Ik denk dat iedereen wel zichzelf wel een keer in de plaats gaat staan van die soldaten. Omdat die ook niet zoveel ouder zijn dan ons of zelfs dezelfde leeftijd hebben. En alleen dat is gewoon raar om aan te denken dan. Ik heb wel schon het gevoel dat deze mensen daardoor, wie kan ik dat uitdrukken, door zeer schlimme miserien gegaan zijn. Also, es ist unermessliches Leid, das sie erleiden mussten. Und diese Kriegsfilme, wo dann eigentlich die meisten jungen Leute sagen, boah, da ist viel Action, das ist super, das sieht doch klasse aus, das muss ein riesen Spaß sein. Nein, es ist grausam, es ist wirklich eigentlich schrecklich und das muss man eigentlich erstmal, man muss vielleicht auch mal hier gewesen sein, um das zu verstehen.